Ik ben Tessel. En ik ben Do. En samen hebben wij een biermerk, gebrouwen door vrouwen. Cheers. Hoe is het eigenlijk om een bierbrouwer te zijn? Voor de rubriek Bijzondere Banen liep NAP Nieuws een dagje mee met gebrouwen door vrouwen. Hoi, goedemorgen. We zijn op het kantoor van Gebrouwen door Vrouwen. En vandaag gaan we leveren. Ik ben pakbonnen aan het printen, want ik ga zo leveren. Dus ik ga de bus inladen in de loods en dan rondrijden in Amsterdam. Dus jullie mogen wel mee om te kijken als je wilt. Het is ontstaan uit een hobby. Mijn zus die is begonnen met bierbrouwen. En het eerste bier wat zij had gemaakt, dat was gelukt. Dus toen dacht ik, ja, dit is wel een goede hobby om te hebben, dat je je eigen bier kan maken. Dus toen zijn we thuis dat samen gaan doen, steeds 20 liter maken. En dan op een gegeven moment gaven we feestjes als het bier was gelukt of als het was mislukt ging het door de gootsteen. Toen hebben we ons recept in het groot gemaakt, de Jim Weitzen, en feestjes eromheen gegeven. En zo is het bier zich een beetje in Amsterdam gaan verspreiden. En nu kunnen we ervan leven sinds maart vorig jaar. Als vrouw in de mannenbierwereld is het eigenlijk hartstikke leuk. We worden heel erg omarmd door iedereen en het is een hele gezellige wereld. Maar het is wel tijd dat er wat meer vrouwen bier gaan brouwen. Dus, en dat er wat meer vrouwen bij komen, vind ik. Even pompen. De recepten maken we eigenlijk altijd door heel veel te proeven. Dus te kijken wat is er allemaal voor bier en heel veel uitproberen. En zo komen we op een nieuw recept. Ja, op een gegeven moment zijn we het gaan doorzetten. Dat was oktober 2015, omdat cafés zich uit zichzelf gingen die ons mailen van ik wil dat bier ook verkopen. Dus toen dachten we, nou, laten we ervoor gaan. Laten we springen in het diepe en onze baan opzeggen en ondernemer worden. We zijn nu bij Café Cobalt om te leveren. Ja. Dus 4 dozen Jim Weitzen. Gebrouwen door vrouwen wordt eigenlijk door iedereen bij ons, zowel mannen, vrouwen. Maar je merkt wel dat vrouwen het wel tof vinden en erg waarderen. Het gaat hartstikke goed, we verkopen het echt goed. Lekker bier ook, dus thumbs up voor de dames. Prettige zaak doen. Het bier brouwen we op dit moment bij Lindeboom, dat is een grote brouwerij in Limburg. En daar huren we de ketels met onze recepten. En dan brouwen we 10.000 liter per keer, dus dat zijn 30.000 flesjes, best wel veel. Maar het gaat goed, dus opdrinken we maar met z'n allen. Zo ziet dus een dag van een bierbrouwer eruit. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, hoe smaakt het bier? Terug naar de proeverij. Ja, het smaakt supergoed. Een beetje naar roosjes had ik het idee. Wel lekker hoor. Ja. Het is een goed biertje. Het is lekker licht. Hij is echt verrassend lekker. Hij heeft een mooie kleur. Erg goed. Ik wil er heel graag nog wel eentje. Ja, ik heb wel zin in bier.